en twee goede gehad. Ik heb twee lekker. En ik heb twee minder lekker. We hebben lekker zoenen vanavond. Dit is een soort jelly bean challenge. Ja, maar wacht even, schat. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op kellycrisse.nl. En vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Het is namelijk weer een mukbang. Maar dit keer geen sushi mukbang. Ja, het was eigenlijk mijn idee. Ik dacht eraan, ja, ik wilde altijd al een keer gewoon zoetigheid uit Amerika en Japan. Gewoon gekke zoetigheid. Gewoon proeven. Ik heb zelf diabetes type 1. Dus het is absoluut eigenlijk verboden materiaal voor mij. Dus het is eenmalig en ik ga het gewoon een beetje proeven. En we hebben hier gewoon zin in. We vinden het gewoon heel leuk om dit soort dingen te proeven. Ik heb al een aantal dingen gezien dat ik echt denk van, oh, ik wil echt weten hoe dit proeft. Ja, dus het is puur voor de fun. Don't try this at home. En voor Kelly zie je het stapeltje van Japanse producten liggen. En voor mij zie je het stapeltje met Amerikaanse producten liggen. Ja, ik weet al waar ik mee wil beginnen. Wat dan? American, dat zijn Reese's Peanut Butter Cups. En ik ben echt super dol op pindakaas. Het is zo verpakt. Oké. Een beetje snikkerachtig idee, maar dan zonder de pindastukken weer. Oh, goede keuze. Zullen we deze nu doen? Dit zijn Whoppers Original Malted Milk Balls. 1, 2, 3. Oké, ja, ik kan dat dus echt niet. Ja, sorry, dat kan ik niet. Maar ik kan je wel even helpen. Oh, bam. Echt wel melk. Het is een beetje een maar niet melkchocola of zo, maar echt melk. Een beetje Maltese-achtig idee. Oké, okay, dit ziet er ook heel erg vies uit. Green tea en red beans. Oh mijn god. Ja. Oeh, dat is best zwaar. Een beetje Turks fruit-achtig idee. Oeh, dat voelt zacht. Oeh, oeh. Dat voelt gek. Kijk. Oh. Wat is er? Oh. Super vies. Kijk, zo ziet het eruit als ik het in half neem. Oh, wacht even. Een klein beetje zo. Ranzig. Echt, sorry hoor. Ik heb nog steeds een beetje last van die reisdingen. Zo cheat je echt bijna nooit meer. En zo zitten we in één keer echt gewoon te binge eten van Eat Tokyo. Ja, dat is de ultieme cheat. Ja. Even kijken hoor. Wat gaan we doen? Ik ben heel benieuwd naar Twinkies. Je bent inmiddels al, nou ja, al meer dan 22 kilo kwijt. Oh, straks niet meer. Hoor. Oh, hoe is dit dan? Mm. Dit ziet er echt super raar uit. Je denkt eerst dat zo'n Madeleine cake, weet je wel, zo'n Franse. En dan zit er slagroom in of iets. Twinkies zijn zo bekend in Amerika en het is zo. Oh, is er marshmallow in? Makhoutje. Wat zit erin? Oh, dat niet. Nee, ik hoopte eigenlijk dat het marshmallow was, maar is het niet? Wat? Oh, marshmallow? Marshmallow. Marshmallow? Marshmallow zeg jij. Ik zeg marshmallow. Jij zegt marshmallow. Marshmallow. Ja. Marshmallow. Niet marshmallow. Marshmallow. Hoe zeggen jullie marshmallow? Marshmallow. Niet marshmallow. Ik denk dat we het sowieso kids we zeggen marshmallow. Dus marshmallow. Ja, whatever. Mm. Wat is dit? Oh, bah. Waarom koken wij dit? Wat is dit? Het ruikt nergens naar. Oh, wow, ik wil het echt niet proeven. Ik ga het zeker wel proeven. Nee, ik ga niet door. Dat is een grapje, of niet? Duidelijk geen snoep voor mij. En iets in mijn mond. Een jellybean? Harry Potter, Bertie... Oh my god! Dat zijn die vieze smaken, denk ik. Dit is een soort jellybean challenge. Sausage en rotten egg. Ja, ik durf dit echt niet. Ik ga echt over mijn nek gewoon. Echt. Ik ruik het al. Ik ruik het al. Nee. Even kijken. Oorsmeer. Oorworm. Nee. Earthworm. Het is gewoon een worm uit de aarde. Cinnamon, dirt, cherry, candy floss, booger, blueberry, black pepper, banana. Maar je weet het door de kleur al welke is, dus... Nou ja, maar je hebt meerdere, hè? Aan de moet je met de ogen dicht pakken? Oké, okay, ik begin nee, eerst. Nee, echt niet. Ik begin eerst. Ik kijk echt niet. Ik doe mijn mond. Banaan. Ik durf het echt niet. Nee, maar dadelijk heb ik echt... Nee, je lacht nu al! Nee, ik lach niet. Je moet gewoon niet kijken. Je moet niet kijken welke ik pak. Nee, ik durf het echt niet. Oké. Okay. Oké.
Nou, dan ga ik lachen, maar dat is zo erg, want ik moet ook nog. Wat is kots? Het is ook. Even een bakje erbij pakken. Echt, dat durf ik echt niet. Kots is echt mijn grootste nachtmerrie. Nee, die heb ik jou al. Ik wil niet eens gaan kijken. Ik rook het niet. Dat wordt lekker zoenen vanavond. Gadverdamme man. Oké, nu ga ik er eentje pakken. Je mag er één geven, maar niet kots. Nee, ik durf dat. Ja, ik vertrouw jou niet. Maar dat is ook al eentje. Black pepper. Hier. Welke is dit? Hallo. Nee, toch niet dirt? Nee, die pak ik echt niet. Weet ik veel man. Er zijn twee dezelfde kleuren. Je nee, moet ik pak naar gewoon... Ik kijk hier ook toch ook niet naar. Je hebt een prettig ding. Hier, pak er één. Oog dicht en in je mond stoppen. Lekker. Nou, wat proef je? Neem candy floss. Wat heb je? Die stinkt echt heel erg. Oh god, dat ik herinner me nog van onze jellybean video. Nou, dit is een andere. Oké, nu ga ik. Ik proef aarde. Oké, nu ga ik eentje waarvan ik echt niet weet wat het is. Ah. Mmm, lekker. Ja, wat proef je dan? Iets van zoetigheid. Ah, twee om twee. Ik heb er twee lekker en twee goede gehad. Nee, ik heb twee lekker. En ik heb twee minder lekker gehad. Oh! Ik zit hem uit te lachen, maar zelf durf ik gewoon niet. Oké, ik ga niet kijken, ik ga echt random eentje pakken, oké? Ik weet niet wat het is. Dit zijn gewoon mintjes. Ja, heb ik er wel een paar van nodig. En bij deze, met een smintje, sluiten we de video af. We hopen dat jullie het leuk vonden. Ik heb sommige dingen een beetje zo zitten knippen om een beetje door te spoelen, omdat die anders super lang werd. Dus we hebben heel veel snoep geproefd. Jullie hebben niet alles gezien. We hebben in ieder geval een hele grote lol gehad, vooral om de jellybeans natuurlijk. Dan moet je even naar de link in de beschrijving gaan naar onze jellybean video. Die is alweer 2,5 jaar geleden, toen hadden we pas twee kinderen of één. Kijk zeker onze jellybean video terug, want die was echt hilarisch. Wij vonden het heel leuk om dit uit te proberen, dus doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En wil je deel 2 zien met allerlei andere soorten Amerikaanse en Japanse snacks, dan moet je het ook zeker laten weten met een duimpje omhoog. Tot de volgende video. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan zeggen we tot de volgende keer. Ik heb even een handje nodig. Doei!